Simon Kelder, je hebt vandaag vergaderd met Marten van Geel van Feyenoord over de verhuur van spelers. Wat is een beetje de globale uitkomst van het gesprek? Ja, dat heeft iedereen in de krant gelezen vanmorgen. Dus dat er op dit moment geen spelers beschikbaar zijn om naar Excelsior te verhuren. En dat betekent dat we dus ons eigen plan trekken. Op dit moment, waar moet ik dan aan denken? Wat voor termijnen? Nee, die zijn er niet. Kijk, Awassar, die lees ik zelf dat hij die wil niet, maar dat is voor ons nooit een optie geweest. Want daar hebben we ook nooit aan gedacht om die bij Excelsior onder te brengen. En de andere spelers die zijn niet beschikbaar, dus we hebben gezegd, daar gaan we ook niet op wachten. Want voor ons begint ook de competitie volgende week. Precies tegen Feyenoord. Dus dan willen we ook zo sterk mogelijk elftal hebben. Dus daar gaan we gewoon nu aan werken. En de wetenschap dat er van Feyenoord niks komt. Je zegt precies tegen Feyenoord, als zijnde het een toevalskwestie. Mij ontgaat de gedachte niet dat Feyenoord ook bewust tot na die datum wacht. Heb jij dat gevoel gekregen? Nee. Want dat zou toch niet zo kunnen zijn dat één speler bij Excelsior Feyenoord dat gaat bepalen wie er dan wint. Dan denk ik dat dat niet het geval is. In hoeverre is dit een streep door de rekening? Want je hebt natuurlijk rekening gehouden met een aantal spelers dat nog zou komen. Ja, nou goed. Die streep hebben we gezet. En gezegd, daar gaan we ook niet op wachten. We hebben in het verleden natuurlijk dat wel een paar keer gedaan. Maar dat doen we dus nu niet. En we gaan gewoon zorgen dat we de selectie op peil krijgen. En dat we dus de competitie kunnen gaan met een selectie waarvan wij denken dat dat de beste is. En dat is dan maar zonder een aanvulling van Feyenoord. En wat dan de toekomst brengt, ja, dat moeten we wel wachten. Maar eigenlijk zeg je nu min of meer, of althans zo interpreteer ik jouw woorden, we moeten binnen anderhalve week nog snel elders mensen vandaag aanhalen, spelers. Ja, dat gaan we dus ook proberen te doen. Welke positie zit je dan te denken? Want je had denk ik al een beetje in je hoofd waar de gaten in de selectie nog zaten. Ja, middenveld hadden we opgerekend. Hè? Dus die namen zijn genoemd van spelers. Nou, dat gaat niet door. Dus dan gaan we gewoon kijken of we daar wat aan kunnen vullen. In hoeverre heeft dit gevolgen in jouw ogen voor de samenwerking met Feyenoord en hoe die dit seizoen verloopt? Nee, het heeft geen gevolg. Alleen we hebben niet het aantal spelers waar we in het begin op gerekend hadden. En dat komt ook omdat Feyenoord ook niet heeft. Maar ja, dan weet je wat je moet doen. En daar is iedereen duidelijk over. En dat gaan we ook gewoon doen. Dus wat dat betreft is er geen frustratie aan onze kant, hoor. Dus de samenwerking blijft weliswaar onveranderd. Wanneer Feyenoord wat ruimer zit, heeft dat automatisch voor jullie weer gevolgen? Nou, dat zou gevolgen kunnen hebben. Of dat zo is, dat weet ik dan niet, want dat hangt ook van omstandigheden af. Kijk, er kunnen maar een aantal spelers spelen en die kan ze niet bij elkaar op schoot zetten en dan laten voetballen. Dat gaat ook niet. Dus we moeten gewoon kijken wat is het beste. Nou, en dat zal de toekomst leren. De twee namen die het meest genoemd werden, je haalde er zelf wel eentje aan, is Awassar. Ja, toch opmerkelijk dat geen optie is voor jullie. Want waar zit dat hem in? Dat zit hem in onze optiek en de kwaliteit. Daar zou hij het zelf niet helemaal mee eens zijn, denk ik. Nee, maar dat is mijn probleem niet. Voor de rest, Bart Schenkenveld wordt hier ook redelijk vaak genoemd. Daarover wordt het verhaal verteld. Die moet gewoon eerst echt helemaal fit worden. Sta jij daar ook zo in? Of is dat hetzelfde verhaal als wat je nu met Ousser afsteekt? Nee, kijk, als we spelers van Feyenoord krijgen, dat betekent dat ze ook moeten kunnen gaan voetballen bij Excelsior. We zijn natuurlijk geen revalidatiecentrum. Dus als iemand niet kan spelen, ja, dan heeft het ook geen zin om naar Excelsior toe te brengen. En als dat wel zo is, op welk moment kan ik ook niet bepalen, ja, dan bekijken we dat opnieuw. Hoe verliep het gesprek met Van Geel verder? Was dat wel gewoon in goede sfeer, ondanks dat uiteindelijk niet helemaal is gebracht wat jullie hadden gehoopt? Nee, dat wisten we al. Er zit voor mij geen bloed aan mijn jas, dus het viel allemaal best wel mee, hoor. Je kan een ander jasje hebben aangedaan natuurlijk. Nee, ik heb maar één bij me.